Even kijken of... Ja, ik heb geluid. Goedemorgen. Goedemorgen. Ook uiteraard die thuis met ons verbonden zijn. Ik zwaai maar even, want er zijn heel veel mensen die met ons meekijken vanmorgen. Heel fijn. Ja. Ik heb als thema van morgen gekozen zitten aan de tafel van de koning. En ik wil graag met u een gedeelte lezen uit het boek Samuel, 2 Samuel, hoofdstuk 9. Ik lees u dat voor uit de herziene Statenvertaling. Wacht even rustig tot ik niet meer hoor bladeren. We lezen daar het volgende. En David zei, is er nog iemand die overgebleven is van het huis van Saul, zodat ik goedertierenheid kan bewijzen omwille van Jonathan. Het huis van Saul nu had een dienaar van wie de naam Sibbe was. En zij riepen hem bij David. De koning zei tegen hem, bent u Sibbe? Hij zei, uw dienaar. De koning zei, is er soms nog iemand van het huis van Saul, zodat ik goedertierenheid van God hem kan bewijzen? Toen zei Sibbe tegen de koning, er is nog een zoon van Jonathan, die aan beide voeten verlamd is. De koning zei tegen hem, waar is hij? En Sibbe zei tegen de koning, zie, hij is in het huis van Machir, de zoon van Amiel, in Lodebar. Toen stuurde de koning David boden en liet hem uit het huis van Machir halen, de zoon van Amiel uit Lodebar. Toen Mephibosheth, de zoon van Jonathan, de zoon van Saul, bij David binnenkwam, wierp hij zich met zijn gezicht ter aarde en boog zich over David, boog zich neer voor David. En David zei, Mephibosheth. En hij zei, zie, hier is uw dienaar. En David zei tegen hem, wees niet bevreesd, want ik zal u zeker goedertierenheid bewijzen omwille van uw vader Jonathan. Ik zal u alle akkers van uw vader, al de manschappen van zijn heer bij... Oh, wacht even, nog ga ik een stuk te ver. Ik moet even terug weer. Zal teruggeven en u zult voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. Toen boog hij zich neer en zei, wat is uw dienaar dat u aandacht schenkt aan een dode hond als ik ben? Toen riep de koning Sibbe, de knecht van Saul, en zei tegen hem, al wat van Saul en heel zijn huis was, heb ik aan de zoon van uw heer gegeven. Daarom moet u voor hem het land bewerken, u, uw zonen, uw slaven, en u moet hem de opbrengst brengen, zodat de zoon van uw heer voedsel heeft om te eten. En Mephibosheth, de zoon van uw heer, zal voortdurend aan mijn tafel de maaltijd gebruiken. U had Sibbe 15 zonen en 20 slaven. En Sibbe zei tegen de koning, overeenkomstig alles wat mijn heer de koning zijn dienaar gebiedt, zo zal uw dienaar doen. En Mephibosheth zal aan mijn tafel eten als een van de zonen van de koning. Mephibosheth had een jonge zoon van wie de naam Micha was. En allen die in het huis van Sibbe woonden, waren dienaren van Mephibosheth. Zo woonde Mephibosheth in Jeruzalem, omdat hij voortdurend aan de tafel van de koning at. Hij was kreupel aan beide voeten. Een bijzondere geschiedenis en ik hoop u in de geest mee te nemen naar deze situatie die ontstond toen David zich herinnerde dat hij een verbond had gesloten met Jonathan.
En we weten dat David en Jonathan hartsvrienden waren. De opmerking die we lezen, ze waren zo nauw met elkaar verbonden. En men legt dat wel eens verkeerd uit. Maar er werd gezegd, uw liefde is mij wonderlijker dan de liefde van een vrouw. En men probeert dat een bepaalde kant uit te brengen. Maar dit was pure liefde vanuit het hart van God naar zijn vriend. Dat waren hartsvrienden met elkaar. Nu we weten dat Saul, ja, die zondigde en hij werd afgezet. En in zijn plaats kwam David. En David is in persoon een type van de Heer Jezus. Je ziet dat helemaal terug in zijn leven. En natuurlijk is er niemand te vergelijken met de Zoon van God. Maar we weten wel dat er heel veel typologie in het Oude Testament is. En die personen die wijzen altijd weer opnieuw naar de Zoon van God. Ik las gisteren aan tafel en de geschiedenis van Jozef. En ik dacht, neem dat toch even mee. En als je dat leest, dan maakt voor mij althans een diepe ontroering van je meester. Als je Jozef volgt in zijn wandel, dan zie je daar de Heer Jezus naast lopen. Dat is wat bijzonder, hè? En zo heeft God altijd weer opnieuw, ook door het Oude Testament, heeft hij personen in het leven geroepen die een voorbeeld waren en die wezen op de Zoon van God. Want laten we eerlijk zijn, broeders en zusters, het gaat altijd om de Heer Jezus. Niet anders. Hij is het hoogste gezag ook in de gemeente en u en mijn leven. Nu, David die herinnert zich naar het verbond, aan dat verbond. En dan komt hij in gedachten, is er nog iemand in het huis van Saul die ik weldadigheid kan bewijzen, die ik eigenlijk weer terug kan brengen naar de status die hij heeft verloren. En dan wordt er gezegd, ja, er is nog één. En ik denk, broeders, zusters, dat het zo belangrijk is dat ook u en ik, dat we eens graven in onze herinnering. Ook vanmorgen, daar wil ik u bij bepalen. Dat de Heilige Geest u als het ware brengt bij het feit van, aan wie kan ik nu weldadigheid bewijzen? Wie kan ik eens een keer helpen in de nood? Want als je, en dat zien we natuurlijk verder in dit gedeelte, Mephibozet had zijn status verloren. Ik zal er straks uiteraard meer over vertellen. Nu, het huis van Saul en dan komt er die knecht Sibbe die komt in beeld en die herinnert zich. Wat een belangrijke. Dat je mag bidden en dat je teruggaat en dat je in je herinnering graaft. Wie kan ik nu eens helpen? Want onze samenleving is echt verhard geworden. De liefde is verkild, broeder, zuster. En we gaan vaak voorbij aan het feit dat er heel veel mensen ook in onze directe omgeving in nood zijn. En de wereld is in nood. Ik heb het al vaker gezegd, er is geen toekomst meer in van deze wereld. We zijn volledig failliet. Financieel, moreel, het is allemaal, er is geen toekomst meer. Maar er is hoop. Dat moeten we nooit vergeten. Want er komt een oplossing. En die oplossing is volmaakt. En die oplossing is in de Zoon van God. En hij zal naar het mensdom omzien op zijn manier. En dat heeft hij gedaan. Hij heeft zijn liefde betoond aan het kruis van Golgotha. Hij heeft de macht der duisternis, en daar wil ik u echt mee bemoedigen, openlijk tentoongesteld aan het kruis van Golgotha en heeft over hun getriomfeerd. De macht der duisternis, de tegenstander van God, probeert ons onderuit te halen. Maar eerlijk zijn. Ik heb wel vaker gezegd, er zijn vanmorgen ook broeders en zusters met ons verbonden, die een hele moeilijke fase van hun leven doormaken. En weet u, ik zeg dat vanuit het diepst van mijn hart, maar soms probeert
de tegenstander het liefste bij je weg te halen om je geloof in de Heer Jezus weg te plukken uit je hart. En daar wil ik u echt mee bemoedigen door te zeggen, het lukt hem niet. Want hij heeft de overwinning behaald. De Heer Jezus heeft getriomfeerd. Laten we dat nooit vergeten. Wij zijn in hem meer dan overwinnaars, zegt de apostel Paulus. Nu, terug in de herinnering. En Zibbe, die weet dat ook. En ze riepen bij de koning, wat hebben we gelezen? Nou, en dan vervolgt dat verhaal zich. En dan wordt die vraag gesteld, is er nog iemand? Ja, er is er nog iemand. En ik wil u daarin meenemen, want het is heel belangrijk, broeders, zuster. Van waar woon je? En dan bedoel ik niet uw huis wat u nu bewoont. Dat kan natuurlijk. Maar waar woon je geestelijk? Is het niet zo dat er geestelijk gezien een enorme verarming is in onze samenleving? Dat is een feit. Van mensen die leven teruggetrokken. Wordt niet meer naar hun omgezien. Maar weet u, en ik mag dat wel zeggen van jou, Carine, je stuurde mij een lied toe uit de bundel van Johannes de Heer, 497. En dat is een mooi lied, hè? Het refrein zegt van dat lied, ja, zijn liefde zocht mij. En zijn bloed, het kocht mij. Door genade ben ik een kind van God. Zien wij om naar God? Nee, wij hebben wel onze status verloren. En dan ga ik even met u naar het paradijs. Een volmaakte omgeving die God had geschapen. Want God is volmaakt en alles wat hij uitspreekt en alles wat hij doet, het is allemaal volmaakt. En daar zie je dat een mens grijpt naar dingen die hem kapot maken. Dat zien we ook in onze samenleving. Kapot maken, want ja, die ene boom, en dan komt de vraag natuurlijk, ja, waarom zet God nou juist die boom in die hof neer? Dat had hij toch ook kunnen verijdelen. Nu, broeder, zuster, u volgt het misschien, maar onze hele samenleving is erop gericht om mensen tot een robot te maken. Ja? We worden aangesloten op allerhande dingen en het zelfstandig denken wordt bij ons weggehaald. We staan onder invloed en dat heeft ook te maken, zoals we dat lezen in Openbaring 13, met een totalitair systeem. En ik moet u zeggen, ik heb er uitermate moeite mee. Want God heeft ons geschapen met een eigen wil om keuzes te maken. Het is niet zo dat God de bedoeling heeft gehad om u en mij verloren te laten gaan. We kiezen daar zelf voor. Ja, men zegt van, ja, maar God is liefde. En als ik me maar houd aan de wet en noemt u me op en ik doe toch niemand kwaad. Dat is geen toegang tot de hemel. De enige toegang is de Zoon van God. En daar kun je wel wat anders van maken. Dan kun je zeggen van, ik poets mezelf op en ik doe alles aan me om goed voor God te verschijnen. Nee, er is maar één weg tot behoud. En je moet je laten bekleden met de kleder van het heil. En dan ben je aangenaam voor God, want deze outfit, hoe mooi het er ook uitziet, is niks geschikt voor de hemel. Nee, we krijgen een nieuw lichaam, broeders, zuster. Wat gelijk is aan het lichaam van de Heer Jezus Christus. Toch heel bijzonder. Hey, maar waar woon je? Ja, nou dat is ook bekend. Hè? Er is nog een zoon van Jonathan. Jonathan, dat was ook een, nogmaals, hartsvriend van David, die aan beide voeten verlamd is. Ik moet u zeggen dat als ik mensen zie met een gebrek, een beperking, het syndroom van Down, dan raakt dat iets in me los. Ik kan, als ik ze tegenkom op straat, kan ik erom huilen. En wat kun je dan dankbaar zijn dat je gezond bent, van lijf en leden. Maar weet u, veelal worden dit soort mensen, sorry dat ik het zo zeg, uitgekotst. Want je bent niet meer geschikt voor de samenleving. Je kunt niks meer betekenen. Je bent economisch niet meer interessant.
Je kost alleen maar geld. En dan denk ik, dan ga ik nog een stap verder. Ik benoem maar, we hebben de techniek om in de baarmoeder al te bezien of een kind wel of niet gezond is. En als het niet gezond is, of het syndroom van Down heeft, dan zegt men, ach, dan halen we het maar weg. Voelt u het? We hebben toch een God van leven en niet van dood. En dan lees ik dat het een wet moet worden, in de wet moet worden opgenomen dat abortus een recht is. Mag ik het heel scherp zeggen vanmorgen? Die vingers die ze bezondigen om het leven uit de moederschoot weg te houden, dat zijn moordenaars. Wat van recht heb je om het leven wat God heeft, zoals per Psalm 139 dat naar voren toe komen, het leven wat God geeft in de moederschoot, om dat weg te nemen. Je moet het beschermen. Nu, Mefiboset, en dat was al eerst dat het ook heeft, was mank aan beide voeten. En u leest dat in de voorgaande hoofdstukken, dat was op de vlucht gebeurd. En dan ben je overgeleverd aan de zorg van anderen. Dan ben je overgeleverd aan de bewogenheid van anderen. Maar het is een leerschool, broeders, zussen, want ik wil nog even met u naar het paradijs. Dat heb ik nog niet helemaal uitgewerkt. Maar toen Adam en Eva aten van die boom, en daar maakten ze zelf een keuze voor, maar er was altijd weer iemand achter hun die zei, ach, daar mag je wel van eten. En zo poest hij ons als het ware ook van om verkeerde dingen aan te gaan. Dat mag je wel. Als je dat binnen je bereik hebt, nou, dan gaat de wereld van je open. Als je niet op social media zit, dan heb je een gebrek. Is niet zo? Mag ik het even actueel maken in deze tijd? Dan heb je een gebrek, dan kun je niet meer meedoen. Nou, ik ben wat dat er gaat een digibeet. En ik ben er blij mee. Want als ik hoor en zie en luister welke bagger er over onze kinderen en ook over de ouderen wordt uitgestort, dan denk ik, wat is hier aan de hand? Ja, we hebben een keuze. Nee, je wordt als het ware vastgeketend aan hetgene wat er bij je op je weg gebracht wordt. Want je wordt doorgevoerd met al dit soort dingen die niet goed zijn, broeder, zuster. En ik zeg niet dat alles verkeerd is, begrijpt u me goed. Maar een hoop is niet goed. En het komt binnen in het brein van onze kinderen. Het komt binnen in ons brein en we worden vergiftigd. Want waar het ene zit, kan het andere niet zitten. Als je plaats in je leven hebt gemaakt, in je hart hebt gemaakt, voor de Zoon van God, en Hij woont daarin, en Hij heeft het bezit, is er geen ruimte meer voor andere dingen. Ik heb hier een glas water. Ik gooi het niet over u heen. Maar kijk, als het vol is, kan er niks anders bij. Maar zodra je leven niet vervuld is van de dingen van de Heer, kunnen er andere dingen bij. En dan krijg je wat Paulus ook zegt, hè, dat er zijn als het ware, er is een enorm gevecht in u en mijn leven, het oude en het nieuwe leven. Ik vind dat deze wet in mij, zegt de apostel Paulus, als ik het goede wil doen, is het kwade mee bij. En wie voer je? Ik heb het wel eens vergelijken, en heb het best wel eens een keer gehoord. Je hebt eigenlijk twee wilde dieren in je, twee dieren in je. En degene die het meeste voedt, die overleeft. Wie voed je? Voed je de oude mens of voed je de nieuwe mens? En dat is belangrijk, bedoelde zuster. En de nieuwe mens wordt natuurlijk geestelijk gevoed door het woord van God. En de koning zei tegen hem, ik ga ervan, maar ik ga nog even naar Adam en Eva. Ik zou dus bijna uit het oog verliezen. Maar dan op een bepaald moment, dan eten ze ervan en wat ontdekken ze? Ze zijn naakt. En wat doen ze? God zoekt hun op. Ze vroegen er zelf niet naar, want ze schaamden hun. Ja, je schaamt je als je in het licht, als je de stem van God hoort. En hij wandelde door de hof. En je hoort de stem van de Vader. Ga je je verbergen.
voor die heerlijkheid die hij, die door hem omgeven is. Waarom? Maar weet u, en dat vind ik zo bijzonder. Hij zocht hun op. Zoals de Heer Jezus, de Heilige Geest, moet ik zeggen nu in deze tijd, mensen opzoekt in hun verlorenheid. Zo is het. Dan citeer ik nog weer even dat vers. Ja, zijn liefde zocht mij. Wij vragen niet naar de Heer. Maar hij zoekt ons op in onze verlorenheid. Waar ben je? Mag ik die vraag stellen vanmorgen bij aan u thuis en hier? Waar ben je? Waar woon je? Wat zijn je verlangens? Wat is je begeerte? Wat streef je na in je leven? Wat kun je een rust en een vrede hebben als je wandelt met de Heer? Toch? Och ja, natuurlijk is het zo dat mensen zeggen, ja, maar ja, je kunt, er kan van alles gebeuren. Broeder, zuster, weet u, dat vind ik zo mooi, hè? Wij hoeven niet in angst te leven. God zegt ons ook bij monden van de profeten in het Oude Testament, zie niet angstig rond, want ik ben de Heer, uw God. Er zijn mensen van, ja, maar, nou, ik doe best wel veel pastoraat. En dan word je natuurlijk geconfronteerd met het feit dat ook mensen bezig zijn met de laatste fase van hun leven. En dan moet u mij goed begrijpen wat ik nu zeg. Maar als ik zie hoeveel mensen, wat mensen soms in het werk stellen om toch te mogen blijven leven. Nou, ik heb het al vaker gezegd, ik ben echt niet levensmoe. Maar als de Heer zegt van, je mag komen, dan zeg ik, ik kom eraan. Ik kom eraan. Wat Paulus zegt, hè, van met Christus te zijn, is verreweg het beste. Maar om hier te zijn is ook nog goed, want hij wilde zijn broeders en zusters ook bemoedigen. Maar wat begrijpt u? We hoeven niet bang te zijn. Wat ons ook gebeurt als we sterven. Ja, we sterven niet eens. We gaan over naar een ander leven. Dat is het. We sluiten hier onze ogen en we doen ze open in de nabijheid van de Heer. Zo bemoedigende. Dus je hoeft helemaal niet angstig te zijn. Nu, we gaan weer terug naar ons gedeelte, want hij vraagt, wat David ook zei, wat is hij? En Ziba zei tegen de koning, zie, hij is in het huis van Mager. En Mager betekent verkocht. Nu ga ik u meenemen. Wat betekent dat nu? Nu, wat Paulus zegt in Romeinen 7, vers 23, daar staat, ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde. Hij woonde in een huis, verkocht onder de zonde. En dat is ieder mens. Zonder Christus ben je een slaaf van de zonde. Woon je nog in een verkeerde omgeving. In het huis van Amiel. En hij werd, wat betekent beschermer. Nou, je kunt een zekere bescherming genieten in de wereld, maar dat is niet de bescherming die God ons geeft. Want dat is allemaal maar tijdelijk. En je kunt mensen om je heen hebben die je helpen natuurlijk. Maar is het nu werkelijk de plaats waar je wil of moet zijn? Nu, en dan heb je in Lodebar. En Lodebar betekent dorre weide. Nou, u voelt hem al aankomen. Hè? Wat is nou de plaats als van een mens zonder God? Je woont in een dorre weide. Je kunt niet zeggen, de Heer is mijn herder. En hij brengt me een grazige weide. Want je bent dood, zegt de Bijbel, in zonde en in misdaden. Niet anders. Ik weet niet of u nog, ik wil niet te veel in het verleden leven. Maar het is altijd wel eens goed wat de apostel Paulus ook in zijn getuigenis meerdere keren laat weten. Welke weg hij, voordat hij een ontmoeting had met de Heer Jezus, welke weg hij moest gaan. En dan grijpt hij terug op zijn leven. En weet u, Paulus die was, Saulus, toen nog, Saulus was ook niet op zoek naar God. Integendeel, hij was op zoek naar mensen die de Heer Jezus volgden en die wilden die ombrengen en in de gevangenis gooiden. Maar hij de weg kruiste, zijn weg kruiste met de Heer Jezus. En wie vroeg, waar ging de vraag vanuit? Van de Heer Jezus. Saul, Saul,
wat vervolgt u mij? Huh? Daar heb je het weer. En ik weet niet, misschien wilt u met mij even teruggaan. En ik hoop dat u dat moment nog weet, naar uw bekering. Hebt u naar God gevraagd? Ja, zeggen mensen van, ik ben christelijk opgevoed. Nou, ik zeg het wel eens vaker, ik heb heel lang bij Philips gewerkt, maar ik ben nooit een gloeilamp geworden. Dat word je niet. En als je in een bakkerij geboren wordt, word je nooit een kadetje of een broodje. Dat is niet zo. En als je in een christelijk gezin grootgebracht wordt, heb je enorme voorrechten. Ik ben er geweldig dankbaar voor. Maar dat maakt je nog niet tot een christen. Wat maakt je tot een christen? Dat je je overgeeft in de handen van onze verlosser. Dat je je knieën buigt voor het kruis van Golgotha. Maar hij zoekt je op. Ik werd in deze dagen geconfronteerd en elke keer als ik dat lied hoor, dan moet ik u zeggen, dan doet het iets met me. Want dat had heel duidelijk te maken met het feit dat ik wist dat God naar mij op zoek was. En dat de Heilige Geest bezig was in mij een werk te doen. En ik weet nog, en misschien dat u dat wel herkent. Nu citeer ik even een lied wat niet meer zo vaak gezongen wordt. Maar het staat in de bundel van Johannes de Heer. En ik zat in een samenkomst. En soms dan kun je een enorme worsteling hebben. Hè? En dan zit je in een samenkomst en je bent onbekeerd. En dan wordt het woord gepredikt. Nou, of je wil of niet, maar dat komt in je hart. Hè? Je kunt je ertegen verzetten, maar het komt in je hart. Ik zeg wel eens vaker, als je het woord eerlijk en oprecht gehoord hebt, laat het je nooit meer los. Het is de vraag of je die weg wil gaan. Maar toen werd er een lied gezongen. Hoe wordt mijn wil door u bewogen? Ja, zo verlangt uw hart naar mij. Dat gij mij trekt vanuit de hoge, opdat ik gans uw eigen zij. Wat heerlijk lot is mij beschoren. Uw liefde heeft mij uitverkoren. En ik zag het voor me. En ik maakte de balans op. En ik zei nee. Want ik stond nog in het leven. Ik wilde genieten met mijn vrienden. Kent u het? Ik had nog niet het gevoel dat ik het leven geleefd had. Ja, dan komt een moment, dan is die liefde van Christus zo overweldigend, dan moet je buigen. Dat is ook gebeurd. Maar ik wil alleen maar zeggen, misschien dat er vanmorgen ook mensen met ons verbonden, misschien hier wel in deze samenkomst, dat u zegt, de Heer is met mij bezig en hij spreekt ook vanmorgen tot mijn hart. Ik woon nog in Lodebar, in die dorre weide. Ik word misschien wel beschermd. Maar ik geniet niet uw bescherming. Wat zegt David? Hij stuurde boden. En dan staat dat niet in de Bijbel wat ik nu zeg. Ik hoop dat u in het goede perspectief kunt praten. Maar ik denk te mogen zeggen, van David stuurde een rijtuig. Want Mephibosheth was verlamd aan beide voeten. Hij kon niet lopen. Zou ook een ezel geweest kunnen zijn of een ander vervoermiddel. Maar ik hou het maar even bij een wagen, een rijtuig. En mag ik u vanmorgen daarin meenemen? Vanmorgen rijdt het rijtuig bij u langs. Die staat bij u voor de deur. Die wil u meenemen. Die wil u brengen aan de plaats waar u hoort. Die wil u brengen en die wil uw status weer teruggeven. Want we hebben in het paradijs met Adam en Eva alles verloren. Alles. En dan komt daar de Zoon van God, dan komt daar de Heilige Geest vanmorgen. En die staat bij u en mij voor de deur en die staat voor de deur van degene die nog behouden moeten worden. En de kwestie is, je hoeft niet eens in te stappen, je wordt erin gedragen. Voelt u hem? Wat bijzonder, hè? Wil je dat? Ach, hij had niks te willen. Want hij werd uitgenodigd en hij wilde op die uitnodiging ingaan. Maar wel met angst in zijn hart. Dat zien we later ook terugkomen. Weet u, er is nog iets. En dat leest u in de voorgaande hoofdstukken. Sla dat maar even op met mij.
Dat lezen we in het vierde hoofdstuk. Nee, het vijfde. Ik ga die hele geschiedenis uiteraard niet lezen. Het achtste vers. Dat maakt deze geschiedenis nog bijzonder. Het achtste vers uit David zei namelijk op die dag: ieder die de Jebusieten wel verslaan, moet de watergang zien te bereiken. En wat die kreupelen en die blinden betreft, David haat ze met heel zijn ziel. Daarom zegt men wel, een blinde of kreupelen zal niet in het huis komen. Ja, zien we hier niet een enorme verandering bij David? Zijn haat is overgegaan in bewogenheid. Nou, we weten dat de Zoon van God geen haat kent. Die kent alleen maar bewogenheid tot het verlorene. Maar Mefiboset, die wordt meegenomen. En hij wordt naar het paleis gebracht. En vanmorgen is de Heilige Geest werkzaam. Hier in ons midden. Maar ook thuis die met ons verbonden bent. Misschien later op een tijdstip. En die klopt aan de deur van uw hart. En die wil u meenemen. En die wil u een plaats geven aan de tafel van de koning. Hij wil u meenemen naar het paleis. Hij wil u de status teruggeven die we verloren hebben. Hebt u die status al? Nou, wat klinkt dat een beetje armoedig. Het is toch geweldig dat, we hebben toch gezongen, wat is het een vreugde om een kind van God te zijn. Ja, eigenlijk zou je een rijdans door de kerk moeten gaan. We zijn ermee begonnen vanmorgen toen we, en onze zuster die zong dat, en het werd begeleid, loof de Heer en mijn ziel en alles wat in me is, een heilige naam. Ja toch? Dat is toch prachtig? Nu, en dan komt u binnen. En natuurlijk is het zo, als je in de aanwezigheid komt van onze verlosser, dan kom je in het licht te staan van God. En die ontdekt alles. En hij voelt het ook. Wat gaat mij gebeuren? Word ik nu nog met mijn vader gestraft? Word ik omgebracht? Wat staat mij te wachten? Nee! Er staan hem alleen maar goede dingen te wachten. En wat doet hij? Hij knielt. Ach. Knielen is soms heel moeilijk, hè, voor mensen. Maar hij knielt voor David. Zoals wij mogen knielen voor onze verlosser. Een houding van gebed en van ootmoedigheid. Wie ben ik? Ik ben een dode hond. Nu ben ik in deze omgeving. Ja, maar ik heb je gehaald uit die omgeving om je weer een plaats te geven aan mijn tafel, Mefiboset. Ik heb je gehaald niet om je te bestraffen, want wat klinken die woorden? Dat klinkt hier ook door. Wat staat er? Wees niet bevreesd. Wat hebben we dat vaak uit de mond van de Heer Jezus gehoord, hè? Wees niet bevreesd. Hoe je ook bent, waar je ook vandaan komt, hoe je lichamelijke situatie ook is. Misschien ben je geestelijk of lichamelijk, ben je kapot vanmorgen als je verbonden bent. Wat dan ook maar, hij maakt iets moois van je. Hij nodigt je uit. En dan geeft hij een status, wat de apostel Paulus zegt in de broeders en zusters aan Efeze, dat hij schenkt je alle geestelijke zegeningen in Christus. Mooi, hè? Er staat heel duidelijk wat de apostel Paulus ook zei. We zijn gezegend met alle geestelijke zegeningen in de Heer Jezus. Nou, denkt u dat God iets achtergehouden heeft? Niets. Helemaal niets. En dat is het wonderbaarlijke. En je ziet dan ook hij krijgt het terug. Hij krijgt zijn status terug, maar hij krijgt ook nog alles wat hij verloren had, krijgt hij ook terug. Nou, dat is onze Vader. En dan zie je dat door David heen eigenlijk dat hart van de Heer Jezus klopt. Want God is een bewogen God.
Wordt wel eens gezegd, ja, van, ik las deze week nog, ja, kijk, ik ga sowieso, en dat hebt u van mij wel vaker gehoord, ik ga niet meer in discussie met mensen over ja of niet, of wel eens of niet eens. Ik probeer te vertellen wat er in de Bijbel staat. En als mensen daar een andere mening over hebben, het zij zo, maar ik wil me niet verarmen door in discussie te gaan. Ik heb wel andere dingen te doen. Als mensen mij proberen een mening op te dringen, ik probeer altijd in alle oprechtheid vanuit de Bijbel een antwoord te geven. Maar het betekent wel dat het soms scherpsnijdend is als een zwaard. Dat moet je ook kunnen verdragen. Kijk, we hebben te maken, laten we maar heel eerlijk zijn, met zoveel verschillende leringen. En u, ik prijs u als gemeente dat u het woord ontvangt. En dat u het verlangen hebt om het woord te horen, want het is het woord van God. Dus je antwoordt vanuit de Bijbel als er iets is. Maar nogmaals, hoe je ook bent, je mag komen. Hij krijgt de status terug. Hij wordt als het ware weer een koningszoon. Nou, laten we eerlijk zijn, of het nu Israël betreft, of het betreft de gemeente, ongelovigen uit de heidenen, we hebben onze status verloren. Israël helemaal. Was het niet God die een verbond met Israël heeft gesloten? God is trouw gebleven. En hij zal ook die trouw weer betonen aan het Joodse volk. We zien er een enorme groei op economisch gebied. Maar er komt een ander moment. En dat vind ik eigenlijk zo mooi om dat ook nog te zeggen. Ezechiël, u kent dat geschiedenis natuurlijk wel. Ezechiël 37, hè, dat Ezechiël moest profeteren in een dal vol dode doodsbeenderen. Nou, ziet u al staan. Ik zeg dat in alle eerbied, van dat de Heer tegen u zegt van nou, dan ga je maar naar een of andere begraafplaats en je gaat maar preken. Ja, maar zo, dat is de realiteit. Maar weet je, je moet niet vragen waarom stuurt God je daar naartoe. Je moet gewoon vertellen. En laten we heel eerlijk zijn, God brengt de doden tot leven. Als je dood bent in zonde en misdaden en het woord van God komt door de Heilige Geest in je hart, hij brengt je tot leven. De stem van de Heer Jezus klonk door in het graf van Lazarus. Kom uit! En hij kwam. Dat is het wonder van genade, broeder, zuster. Nu, we weten, hij krijgt het terug. En wat staat er dan? Hij mocht dagelijks eten aan de tafel van de koning. Hij mocht iedere dag aanschuiven. Is dat ook niet bij ons het geval? En natuurlijk, hij is niet onze koning. Hij is de koning van Israël. Dat wil ik heel duidelijk ook vanmorgen zeggen. Maar hij is wel koning. En wij mogen aanschuiven aan zijn tafel. Het is vanmorgen aangekondigd, hè, dat het avondmaal weer gevierd wordt. We worden uitgenodigd dat als we wederom geboren zijn tot een levende hoop, dat we mogen aanschuiven aan de tafel van de Heer. Hij is onze heiland. Hij is onze verlosser. En weet u, en ik wil er nogmaals iets van zeggen. Misschien dat u het gevoel hebt met uw beperking, dat u zegt, ik kan niet meer meedoen. Ik word niet meer geaccepteerd. Ik ben economisch niet meer interessant. Ik kost alleen nog maar geld. En dan zeg ik u bij monden van de Zoon van God, u bent waardevol. U bent een parel in Gods hand. Een parel. En hij ziet niet naar uw gebrek. Hij ziet naar uw hart. Want weet u, we krijgen een nieuw lichaam. Ja. Je kunt bij wijze van spreken nog in de kracht van je leven staan. En je kunt het leven nog als een uitdaging zien. Nou, dat is helemaal goed natuurlijk. Maar wat zegt apostel Paulus? Dat is gewoon een feit. Hij zegt erbij van onze aardse tent, ons lichaam, onze tabernakel wordt afgebroken. Ja, nou, ik voel me nog goed. Maar doe maar. Ik probeer nog wel eens wat hard te lopen met mijn kleinzoon. Maar dat moet niet te lang, want dan laat ik het afeten. Maar begrijpt u van
dit lichaam is ook niet geschikt voor de hemel. Ik heb het al gezegd. We krijgen een nieuwe. We krijgen een nieuw lichaam wat gelijkvormig is aan het lichaam van de Heer Jezus Christus. Dus als je nu met een beperking te maken hebt, je wordt volmaakt. En als je nu kreupel bent aan beide voeten, je zult straks springen als een hert. Dat zegt de Bijbel. Er zijn geen enkele beperkingen meer, broeders, zusters. Wat is dat geweldig. Ik wil nog iets delen met het laatste vers. Daar staat zo. Woonde Mephibozet in Jeruzalem, omdat hij voortdurend aan de tafel van de koning at. Maar hij was kreupel aan zijn beide voeten. Ja, dat veranderde niet. En soms veranderen dingen in ons leven niet, die blijven gelijk. Je hebt misschien tientallen vragen zou je op mij af kunnen vuren. Door te zeggen van, Heer, waarom ben ik zo? En waarom ben ik niet anders? En waarom is die ene wel zo en die ander niet? En ik, nou, noem maar op, je kunt zoveel dingen. Daar vraagt de Heer Jezus niet naar. Ik denk dat hij niet eens naar onze voeten kijkt als we niet kunnen lopen. Hij kijkt naar ons hart. En je kunt in je hart volgen. Je voeten kunnen die kunnen je heel ver brengen, maar vaak op verkeerde plekken. Maar als de Heer Jezus bezit neemt van je hart. En je bent op die uitnodiging, die invitatie ingegaan. Je bent uitgenodigd, je hebt je laten brengen. Dat koninklijke rijtuig, daar ben je in gaan zitten. Ach, vanmorgen mag ik het u zo zeggen. Daar eindig ik ook mee. De Heilige Geest, die spoort u vanmorgen aan. En die wijst u op de persoon van de Heer Jezus. Hij brengt u terug bij datgene wat we verloren hebben. Wat een prachtig. En dan mogen we zitten aan de tafel van de koning. En nu vul ik even iets in. Ik denk dat het zo is geweest dat hij schoof aan de tafel van de koning. En als je zit aan de tafel, dan vallen die voeten er wel onder. Dus je hebt, het wordt niet eens meer gezien. Bent u moe van het leven? Woont u in Lodebar? In een dorweide? Voelt u zich verkocht onder de zonde? Bent u slaaf van de zonde? Ik heb vanmorgen door de genade van God de oplossing. U wordt uitgenodigd. Het rijtuig staat bij u voor de deur. Kniel. En je zult eten aan de tafel van de koning.